Dag lieve tweelingzielen en welkom bij deze video waarin ik meer ga vertellen over de ontwikkelingen in het tweelingzielencollectief met de nieuwe maan in het hertseizoen. Dat is de nieuwe maan die plaatsvindt op zondag 18 juni. Nou, een nieuwe maan is altijd donker en die zien wij dus nooit aan de hemel staan zoals we dat met de volle maan wel zien. Dus dat betekent dat de volle maan ons altijd een bepaalde boost geeft, een bepaalde kracht om vooruit te gaan. En om echt een sprong te wagen voor onszelf. En grootmoeder nieuwe maan ons vraagt om ons naar binnen te keren. Om echt bij onszelf na te gaan, wat willen wij nu vernieuwen in ons leven? En als jij die vraag aan jezelf stelt, mag je daarop een antwoord verwachten? Dat hoeft niet altijd direct te komen. Maar jij gaat dan samenwerken met je hogere zelf en met je geetza. En dit is dus ook een hele mooie brug direct voor de verschuiving die mag plaatsvinden bij de tweelingzielen. Met deze nieuwe maan in het hertseizoen is dat wij echt mogen gaan naar het creëren van ons leven van binnenuit. Van het vertrouwen wat wij hebben in wat wij voelen. Vanuit onze eigen waarden. Nou, jouw eigen waarde is de krachtige vibratie van jouw energieveld. Het is wat je uitstraalt, de seksuele energie die je uitstraalt, die trek je ook aan. En wanneer jij overwegend moe bent, verward, het niet weet, heel veel zorgen hebt in je hoofd, dan is dat wat je uitzendt aan energetische frequentie. Dus in plaats van dat zo is het zeg maar de energetische frequentie als je gewoon lekker, als je lekker wil manifesteren. En als je dus zo gaat, omdat je moe bent en heel zwaar bent, dan is dat dus wat je aantrekt. En dat is dus ook de wet van karma. Dat is de wet van oorzaak en gevolg. Dus alles heeft een bepaalde oorzaak. Dus ieder gevolg heeft een bepaalde oorzaak. En dat betekent dat op het moment dat jij vanuit een bepaalde wond spreekt tegen jouw tweelingziel, zonder dat je je misschien daarvan bewust bent, dan kun je dat ook weer terugverwachten van jouw tweelingziel. Nou, en dat heeft ook weer alles te maken met grenzen aangeven. Voordat we de heilige ruimte gaan openen, want ik begin alweer mijn hele verhaal te doen. Mijn naam is Avalon Shamaan en dat betekent dus ook dat ik deze reading laat plaatsvinden en de gehele begeleiding voor de tweelingzielen naar de hereniging met elkaar, want dat is mijn zielsmissie, doe op shamanistische wijze. Het Inca-shamanisme beoefen ik. Ik ben Quero-shamaan. En dat betekent dat ik werk met een messa. Dat is een medicijnbundel. Dit is mijn messa. Deze open ik en daar zitten al mijn medicijnstenen in. Dit kun je ook wel op mijn Instagram terugvinden. Daar zitten al mijn medicijnstenen in en op die manier verbind ik mij met de voorouders. Wanneer ik dus bepaalde stappen wil nemen in mijn leven, belangrijke stappen in mijn leven, toets ik dat aan de voorouders. Toets ik dat aan mijn hogere zelf. Dus ik win altijd advies in. Dat betekent niet dat de voorouders voor mij een beslissing nemen. Die zeggen, nee, dat mag je niet doen. Dan denk ik, oké, nou mag ik niet doen. Ik mag het niet doen van mijn ouders. Nee, wij hebben altijd zelf de macht in handen. Dus de kont van mijn hondje Kwappa. Zelf de macht in handen, zelf de kracht in handen om zelf onze eigen beslissingen te maken. Maar dat betekent nog niet dat we daar helemaal alleen voor staan. Dus we mogen echt, en dat is een oproep van de voorouders, we mogen echt leren om meer samen te werken met de voorouders. Zodat we dus niet hoeven te herhalen wat in onze lijn zit. Wat in onze lineage zit, in onze voorouderlijke lijn. Op 18 juni vindt er ook weer op zondag een live uitzending plaats. Die geef ik in de Tweelingzielen Tarot Facebookgroep. De Tweelingzielen Tarot Facebookgroep is alleen maar voor vrouwen. De link vind je hieronder. Nou, op het moment van opnemen van deze video zitten daar nu 3600 vrouwen in. En daarin worden allemaal readings gedaan door verschillende beheerders en door mijzelf. En ik geef daarin dus live uitzendingen, zodat je de energie kunt volgen en de ontwikkeling in het tweelingzielencollectief. Want dat is belangrijk voor jou
om echt te weten, hè, waarom je hier bent gekomen als tweelingziel. En dat is niet om zo snel mogelijk een relatie met je tweelingziel te manifesteren. Maar dat is om je pad te bewandelen als heler. Je pad te bewandelen misschien wel als sjamaan. Je pad te bewandelen als tweelingziel. Zodat jij gedurende dat pad je lessen zult leren. En thuis komt bij jezelf. In harmonie raakt met jezelf. La Union Sagrada is uit het deck van, dit is de Spaanse versie, van Avalon, van Rose in Serra. Ja, de heilige eenheid. De heilige eenheid met jullie mooie herthorens. Nou, hallo, hoe mooi kan het zijn? Het hertseizoen gewoon. Het hertseizoen waar we ons in bevinden. En het hertseizoen waar we ons in bevinden vertelt ons echt, ja, die intuïtie mogen wij meer naar gaan luisteren. We mogen echt onze intuïtie meer de ruimte gaan geven en meer vanuit die flow gaan creëren. Meer vanuit dat diepe gevoel binnenin ons dat eigenlijk de hele tijd al zegt, dit heb je nodig in je leven. Dit is voor jou in je leven. Dat is namelijk de roep van je ziel. Ik ga nu eerst even de heilige ruimte aanroepen. De heilige ruimte roep ik altijd aan en die maak ik schoon. Omdat ik spirit channel. En dat betekent dat wanneer ik de heilige ruimte aanroep, ik ons beter bescherm. Zowel mezelf beter bescherm als de luisteraar beter bescherm. Let niet op me. Dat krijg je als je als vrouw in het wild woont. Dan laat je gewoon alles staan. Dan denk je, weet je. Het maakt ook al niet uit, zeggen we dan. Dus to me. Ook uit het Inca-shamanisme. De bel is geluid, maar dan weet niet waar de klepel hangt. Was dat nou het gezegde? Dat moet je ook niet aan mij vragen, dit soort dingen. Maar het vertelt ons wel iets van de call. Dit is wat ik doorkrijg. Het vertelt ons wel echt iets van, hij gaat de call gaat hij horen. De roep van zijn ziel gaat hij horen. De Divine Masculine, denk ik, hij, wie is nou hij? De kabouter van de buurman. Hia taxi, viracotje, pacha kamarik. Vergeet dus niet, hè, alles is energie. Dus dat betekent dat, ondanks dat je het niet kunt zien, kun jij het wel voelen. Dus ondanks hè, dat jij het idee hebt dat wanneer je bijvoorbeeld met iemand praat, of wanneer je met je tweelingziel praat, of met een vriend of vriendin, en jij voelt dat je grenzen worden overschreden, kan het zo zijn dat de woorden daar niet naar zijn. Dat iemand bijvoorbeeld tegen jou zegt van, nou hè, van, ik weet even geen voorbeeld, dat iemand bepaalde dingen tegen jou zegt, waarvan je eigenlijk voelt dat het heel anders is. Of dat iemand gewoon iets tegen jou zegt of zich ergens mee bemoeit. Laten we het wat meer algemeen houden. En jij dan gewoon voelt van, oh, dit raakt een grens bij mij. Ik vind dit niet prettig. Zoals mijn tweelingziel heeft ook wel eens tegen mij gezegd, nou ja, jouw bericht maakte me boos. Toen dacht ik, oh, sorry. En toen, af, ik voelde echt, ik werd helemaal geraakt in mijn vaderwond. En in mijn, bang dat iemand boos op me wordt. En mijn please gedrag kwam helemaal omhoog. Ja, als je mij volgt en ook in de tweelingzielen tarot groep op Facebook schrijf ik ook open over mijn eigen stukken. Zodat je je ook daarin kunt verbinden. Hè? Want we zijn allemaal mensen en niemand is verder dan een ander in het helingsproces. Hè? We leven alleen op verschillende niveaus van bewustzijn. Dus die gaf ook een grens aan. En toen moest ik even bij mezelf nagaan. Jeetje. Toen heb ik even mijn bericht weer afgeluisterd. En toen dacht ik, oh ja, ik was wel een beetje vurig, dacht ik toen. Ik was wel een beetje te vurig. Maar dat soort dingen kunnen gebeuren. Hè? En dan is het belangrijk dat je dus daar nagaat over, oké, was het rechtvaardig dat die ander de grens aangaf bij mij? Hè? En wat vind ik dan van die grens? Ga ik dan die grens over of respecteer ik dan die grens? He, dat is allemaal wat ik ook ga bespreken op zondag 18 juni in de live uitzending. Je kunt daarin mij ook je vragen stellen. Dus je persoonlijke vragen over je tweelingzielenproces.
En we, die live-uitzending vindt altijd plaats met een grote groep met vrouwen. Met zo'n 50 vrouwen waarmee we meestal zijn. En mocht je niet kunnen op die dag, want het is ook vaderdag op die dag. Nou, hoe toepasselijk vaderdag, vaderwond, jeetje. Dan kun je ook de uitzending nog nakijken. Maar let op, diezelfde avond is het dus ook nieuwe maan. En op diezelfde avond tijdens de nieuwe maan vindt er ook weer een nieuwe tempelinwijding plaats. Ik geef Inca baarmoederinwijdingen en Inca baarmoederzegeningen om de tweelingzielen te herenigen met elkaar. Dat betekent dat wanneer jij meedoet aan zo'n Inca baarmoederinwijding of een Inca baarmoederzegening, aankomende zondag 18 juni is dat een tempelinwijding. Dat is een Inca baarmoederinwijding. En die tempelinwijding wordt gedaan door opgestegen meesters. Nou, misschien denk je, dit is allemaal hocus pocus wat ik hoor. Volg me dan even een tijdje en dan leer je vanzelf meer over wie dus de opgestegen meesters zijn en hoe zij jou kunnen helpen bij het herenigen met jouw tweelingziel. Dat doen zij door mij heen. En de tempelinwijding die wij ontvangen, de aankomende nieuwe maan, is de inwijding van in de tempel van opstanding. Dat is de inwijding die is verbonden aan onze zonnevlechtchakra. En daar ga ik dus meer over vertellen, ook in de live-uitzending. Dus als je daaraan mogelijk mee wil doen, zorg er dan voor dat je die live-uitzending bekijkt of nakijkt voordat in de avond om 8 uur die inwijding begint. Zodat je die inwijding nog voor jezelf kunt bestellen in de webshop. Die inwijding bestel je in de webshop. Dat is een audiobestand. Dus dat is geen live uitzending. Alle live uitzendingen zijn gratis. En de audiobestanden, dus de shamanistische reizen. Dat is dus de Inca baarmoeder inwijding en de zegeningen. En ook de Elohim engelen inwijdingen die ik geef. Daar moet je voor betalen. Dus die schaf je aan in de webshop. Dan krijg je dat audiobestand in je e-mail. En dan kun je dat dus gaan testen voorafgaand al voordat de reis plaatsvindt. En dan zetten wij dus op zondag 18 juni om 8 uur in de avond met alle vrouwen gezamenlijk, ieder vanuit de eigen plek thuis. En misschien met je eigen altaar of misschien met allemaal edelstenen, hè, wat ik hier heb liggen. Daar ga ik straks nog even wat meer over vertellen. Zetten wij die audio aan en ik begeleid dat dan vanuit de energie. Nou, wij gaan dan dus aankomende zondag 18 juni echt heel specifiek aan onze vaderwond werken tijdens die reis. Dus wat ik doe, is ik begeleid die reis aan de hand van de energie. Wat hebben wij in de energie op dit moment nodig voor de hereniging met onze tweelingziel? En daarom vindt er dus iedere nieuwe maan weer een nieuwe reis plaats in iedere volle maan. Omdat de energie continu in beweging is. En onze tweelingzielen dus ook. En wij dus ook. Dus wij evolueren telkens. En dit gebeurt dus, gaat gewoon, ieder jaar, jaar na jaar gaat dit gewoon door. Dus wat is dan heel erg belangrijk, is dat wij gaan werken zondag 18 juni aan onze eigen waarden, aan onze grenzen. Misschien is jouw tweelingziel wel gewelddadig richting jou. Of zegt de ander dingen tegen jou, wat gaslighting is. Waarmee de ander probeert de schuld in de schoenen bij jou te schuiven. Door bepaalde opmerkingen te maken waardoor jij je vervelend voelt. Terwijl jij eigenlijk voelt en weet, wacht eventjes, dit ligt helemaal niet aan mij. Nou, zo heb ik echt, ik denk velen van jullie, de afgelopen maanden heb ik, de afgelopen jaren, de afgelopen mijn hele leven, heb ik allemaal van dit soort relaties op mijn pad gekregen, situaties op mijn pad gekregen, die mij er dus naartoe brachten om steeds meer op mezelf te gaan vertrouwen. Nou, ik ben ook zwaar fysiek mishandeld. Daar schrijf ik ook open over. De laatste tijd niet zo heel veel meer, omdat ik echt dat stuk binnen in mezelf meer heb geheeld. Maar als je mijn Instagram even doorbladert, dan vind je daar ook wel meer over. Dat ik daar open over heb geschreven. Nou, voeg me ook vooral toe op gewoon mijn privé Facebook, Avalon van Vliet. Ik ben niet geboren als Avalon Shamaan, nee. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Al zit ik volgens mij nu een beetje aan het max qua mensen die ik kan toelaten. Maar nou ja, kijk maar wat je doet. Ik heb ook een maanbrief. Mocht je dus geen Facebook, geen Instagram. Good for you, lekker rustig. Schrijf je dan lekker in voor de maanbrief. Vind je ook de link hieronder. En dan kan je ook gewoon meedoen met de shamanistische reizen. Want de nabespreking die plaatsvindt, vind je ook na de shamanistische reis in de maanbrief terug. Dus daarvoor hoef je niet per se in de Facebookgroep te zitten. Maar
ja, het is wel een hele mooie verbinding natuurlijk met alle vrouwen. Goed, zondag 18 juni werken we dus aan die vaderwond. Nou, hè, dat is dus ook... Ik moet even mijn lijstje, zodat ik geen dingen vergeet. ADHD. Dus soms gaat het van de hak op de tak. Degene die mij een tijdje volgen, die weten hoe dat gaat. Soms met de nodige humor ook wat omhoog komt. Ja, een van de belangrijke dingen die wij gaan doen zondag 18 juni. En wat ik bij jullie ga doen, is wij gaan de energieband, het energiekoord, wat van onze solar plexus hier gaat naar de solar plexus bij onze tweelingziel, gaan we zuiveren. Soms hebben we er tijdens een reis dat we dat echt doorknippen. Nou denk je van, ja, maar dat kun je helemaal niet doorknippen, heb ik gelezen. Nee, het klopt inderdaad dat je dat niet kunt doorknippen, maar je kunt het wel zuiveren. En dat betekent dat als het in de reis voorkomt, ook dat ik het doorknip, dan betekent het dat dat negatieve stuk van dat energiekoord wordt doorgeknipt. Wat dus daarvan heel erg belangrijk is, is dat we dat dus zuiveren. Dus alle negatieve gedachten die nog hangen op dat energiekoord tussen jullie. He, bepaalde stukken wat je de ander kwalijk neemt. Bepaalde vergeving wat nog niet heeft plaatsgevonden. Boosheid misschien richting je tweelingziel. Maar ook angst. Hè? Angst richting de ander dat jij niet goed genoeg bent. Zit ook op dat energiekoord. Angst richting de ander van waarom kies je niet voor mij. Zorgelijke gedachten zit ook op dat energiekoord. En dat gaan wij dus aanpakken op zondag 18 juni. Naar de kosten van die reis. Misschien vraag je je dat af. Vind je in de webshop terug. En daar vind je ook een beschrijving in terug. Van wat we nu echt precies gaan doen. Tijdens die shamanistische reis. Mocht ik dat dus nog niet hebben verteld. Hier in deze video. Edelstenen waarmee we gaan samenwerken. Is de zwarte tourmalijn. Die is heel belangrijk. Want die zuivert dus echt van negatieve energie. Dit is mijn medicijntasje. Er zit ook buffalohuid in. Om mij de kracht van overvloed te geven. En van vreugde. Zwarte tourmalijn gaan we samenwerken. Citrien ook. Citrien. Is er een citrientje? De grootte van de edelsteen maakt niet uit hè, voor de kracht van de edelsteen. De grootte van de persoon maakt ook niet uit voor de kracht. Want ik ben 1,63 meter. Ik woon dus op Fuerteventura. En dan zeggen mensen tegen mij van... Ja, jeetje. Oh, nou, voor een Nederlander. Ja, die zijn altijd heel erg lang. Ja, ik zeg, mijn moeder komt uit Indonesië. Dus ik ben heel erg klein. Mijn moeder is dus nog kleiner. Die komt tot hier bij mij. Die is echt een kop kleiner gewoon bij mij. Die kan je zo lekker zo vasthouden. Citrien helpt ons dus heel erg om onze zonnevlechtchakra te activeren. Dus citrien zegt dus echt... stap in je kracht. Wat is jouw eigenwaarde? Laat niet over je grenzen gaan. Hoe meer jij jezelf respect op de voorgrond zet. Hoe meer jij jezelf kunt waarderen. Hoe meer je dat uitstraalt richting je tweelingziel. Hè, en hoe meer de ander dus ook respect zal moeten gaan opbrengen voor jou. Omdat jij je grenzen aangeeft. Nou, ik heb daar ook een stuk over geschreven. Hè, na de afgelopen Elohim Engelen-inwijding in de Tweelingzielentarot Facebookgroep over grenzen. En wat toen heel erg naar boven kwam was... Ja, soms kan het ook zijn dat een ander niet luistert naar jou. En dat jij je grens aangeeft en de ander luistert gewoon niet. Hè? En die gaat nog een keer over je grens. En je geeft hem nog een keer aan. Die gaat nog een keer over je grens. En dan is het dus ook een kwestie voor jou uiteindelijk om te zeggen... Oké, tot hier en niet verder. De opgestegen meesters die ons bijstaan tijdens deze belangrijke tempelinwijding... He, met de inwijding met de paars-gouden vlam. Er zijn 7 heilige vlammen van de opgestegen meesters. En de paars-gouden vlam werkt op onze zonnevlechtchakra. En dit is dus echt uniek ook wat ik doe. Deze inwijdingen die vind je nergens. Je kan op internet zoeken, maar dit vind je nergens anders terug. En wij worden ingewijd door de opgestegen meesters Sananda en vrouwen Nada... En Sananda is de incarnatie van Jezus. En Lady Nada is de incarnatie van Maria Magdalena. En zij zijn dus ook een heel krachtig tweelingzielenpaar. Hè, die ons ook bepaalde boodschappen mee zullen geven tijdens deze tempelinwijding. En ook een hele mooie boodschap voor onze tweelingziel. Waardoor we wat meer inzicht zullen krijgen in de stukken die spelen bij de anderen. Oké, we gaan even de Apus aanroepen. De heilige bergspirits van Peru. Voordat er weer een halve reading voorbij is. Toch gaat het wel met mij. Hmm.
Mocht je ook eventjes tot jezelf willen keren, sluit dan even je ogen. Pak ik nog even een kuya erbij, mijn medicijnsteen. Ja, en die kuya is de kuya van ons sacrale chakra, echt onze emoties. En dit is de kuya van echt het heldere zien. We horen straks uiteraard meer over. Ave Maria, toen ik de apus aanriep. Let haters be haters. Let haters be haters. Wat daarmee van de boodschap dus is. Is dat mensen die willen haten. Mensen die akelig zijn. Mensen die niet goed qua energie zijn. Qua energie uitstralen. Daar hoef jij je niet mee te verbinden. En dat vertelt mij echt heel erg sterk. Dat de Divine Masculine nu op een heel groot omslagpunt komt in zijn leven. En als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn tweelingziel. Mijn tweelingziel en ik zijn goed in verbinding met elkaar. En we hebben laatst een heel openhartig gesprek gehad. Heel mooi delen van hart tot hart. Maar mijn tweelingziel heeft een ontzettend grote groep waar hij zich allemaal mee verbindt. Hij heeft echt een miljoen aan tussenhaakjes vrienden. Maar let op, want niet iedere tussenhaakjes vriendschap is ook daadwerkelijk een vriendschap die bij jou past en die bij jouw ziel hoort. Waar we als mensen nog heel veel moeite mee hebben, is loslaten. Dus echt het leven mogen laten flowen. En dat betekent dat jij misschien voelt, en dat gaat hij dus ook voelen, dat er weer een nieuw hoofdstuk aanbreken voor jullie allebei. Ook in relatie tot elkaar, maar ook afzonderlijk van elkaar. Er wil een nieuw hoofdstuk aanbreken. En dat betekent dat je sommige mensen achter je mag gaan laten. En weer verder mag gaan trekken. Verder mag gaan trekken. Dat kan betekenen dat je wel op dezelfde plek blijft wonen. Maar bijvoorbeeld bepaalde vriendschappen loslaat. Zodat je ruimte maakt voor meer gelijkgestemde mensen in je energieveld. Die jouw energetische trilling dus ook meer omhoog zullen brengen. Maar het kan dus ook zijn dat jij dus wel verder gaat trekken. Dat jij voelt dat je misschien, ik zeg maar wat, een camper wil kopen in de toekomst. Of dat je wil verhuizen. En dan betekent het dus dat wanneer jij voelt dat dat gaat plaatsvinden. Misschien wel op korte termijn. Dan is het dus ook de bedoeling dat je meegaat in die flow. En heel veel tweelingzielen verzetten zich daar nog tegen. Inclusief mijn tweelingziel. Mijn tweelingziel verzet zich daar nog heel erg tegen. Van ja maar, ik weet niet zo goed of ik dit wel durf los te laten. Nou, hij werkt al een tijdje in een baan waar hij niet happy mee is. En iedere keer zegt hij tegen mij, ik heb een baan opgezegd. En dan iedere keer komt hij er weer op terug. Ja, ik heb toch nog maar even verlengd tot nog een aantal maanden verder. Dus het laatste bericht van mij was in de groep, in de Facebookgroep van hij heeft zijn baan opgezegd. En toen heeft hij toch weer mijn bericht gestuurd en gezegd, ja, ik ga nu toch tot en met september nog daar blijven werken. Omdat hij angst heeft. Nou, op het medicijnwiel werkt het zo dat we in de herfstperiode die angstcyclus meer gaan doorbreken. Dus daar werken wij nu bewust naartoe. Dus dat betekent wanneer jij bepaalde dingen al nu wil, dan ga je voorbij aan de lessen die je nog hebt te leren. Dan ga je voorbij aan de divine timing. En alles kent de eigen tijd voor jou. En dat betekent dat wanneer iets voor jou moet gebeuren, mag je er ook van uitgaan dat zoiets voor jou gebeurt op het juiste moment. En dat is het vertrouwen waar je dieper in mag zakken als Divine Feminine. En dan zeg ik heel specifiek als Divine Feminine, omdat jij als Divine Feminine de eerste stap daartoe zet. Omdat jij het beste, de meeste Divine Feminines zijn namelijk eerder ontwaakt dan de Divine Masculines.
Dus is het heel belangrijk dat wanneer jij in beweging komt, wanneer jij de stem van je ziel gaat volgen, de stem van je hart, dan beweegt jouw tweelingziel daarin mee. Omdat jullie verbonden zijn aan één en dezelfde ziel, alleen in een ander lichaam. He, dat is wat een tweelingziel is. Dus een tweelingziel is echt de kopie van jouw eigen ziel. Zo moet je dat zien. Maar jullie persoonlijkheid is wel anders. He, ik ben bijvoorbeeld een waterman. Mijn tweelingziel is een weegschaal. Ik kan veel beter alleen zijn dan dat mijn tweelingziel alleen kan zijn. Want weegschalen staan er weer onbekend. En dat ze graag heel erg harmonie creëren en heel veel met mensen zijn. Terwijl watermannen er soms onbekend zijn dat ze nogal kil en koud kunnen zijn op sommige momenten. En dat ze meer kunnen zeggen, ik doe lekker mijn eigen gang. Hè? Dus dat is weer heel anders. Hè? Dat zit ook in de energie, in hoe jij bent aan energie. En dat zit dus ook in je persoonlijkheid, hè? Andere hobby's misschien. En dat mag zich dus, hè? Jullie moeten elkaar daarom leren kennen. Leren kennen. Goed, we zijn dus nu in de opbouw in de energie. Voordat we de kaarten erbij gaan pakken. Die opbouw in de energie betekent dus ook, hè, ik geef ieder jaar, geef ik op 8 augustus, geef ik de Mosel Carpi. De Mosel Carpi ga ik meer over vertellen in de live uitzending op 18 juni. En ga ik in de aanloop naar de Leeuwenpoort op 8 augustus, ga ik daar in de live uitzendingen, er vinden er meer plaats. En in mijn video's ga ik daar meer over vertellen. De Mosel Carpi is dé grote Inca-inwijding. Daarom geef ik hem ook maar 1 keer per jaar. Die echt een verschrikkelijk grote verschuiving kan laten plaatsvinden tussen jou en je tweelingziel. De Mosel Carpi kan ervoor zorgen dat jij ineens je zielsmissie weet. De Mosel Carpi kan ervoor zorgen dat jouw tweelingziel jou ineens gaat erkennen als zijnde jouw tweelingziel. En jullie verbinding ineens gaat erkennen hoe bijzonder die is. Zodat jullie samen vooruit kunnen gaan. Dat is de kracht van de Mosel Carpi. En daar werken we dus naartoe. Dat is de inwijding van de nieuwe tijd. Van de nieuwe aarde. Van het terugvinden van jezelf. De Tadipai Pacha, zoals de Quero-shamanen dat noemen. En daar werken we dus naartoe door met dus de nieuwe maanden, de volle maanden, de Elohim-engelen-inwijding, iedere dubbele datum, steeds een stukje dieper te gaan en steeds een stukje beter in verbinding met onze ziel te komen. En dat doe ik dus door Tupai. Dus Tupai, wat plaatsvindt tijdens een shamanistische reis, is een hele krachtige energietransmissie tussen jouw derde oog en je hartchakra met jouw tweelingziel. Dus wij reizen iedere shamanische reis samen met de spirit van onze tweelingziel. En daarmee verbinden wij dus die derde ogen en die hartchakra's aan elkaar. En dat betekent dat jullie elkaar meer gaan voelen als zijnde een eenheid. Jullie gaan elkaar meer voelen als zijnde dezelfde hogere visie. Zo zei mijn tweelingziel dus laatst. En toen dacht ik, oh, de werking van Tupai, dacht ik toen. Hij weet dat natuurlijk helemaal niet, dat ik dat doe. En dat ik dit heel specifiek zo doe voor de tweelingzielen. Toen dacht ik, de werking van Tupai. Want ik zei namelijk tegen hem, van ja, ik vind het heel fijn om in een auto te zitten en in een auto te rijden. Ik sta dus ook op het punt om een camper te kopen. En echt in die camper te gaan wonen. Dus ik voel voor mezelf ook dat het de tijd is om door te gaan trekken. En dat betekent ook dat ik in 2024 naar Nederland toe kom. En dus ook een event daar zal gaan organiseren voor alle vrouwen samen. Dat is nu echt definitief. Dus ik kijk er heel erg naar uit om jullie allemaal te ontmoeten. Allemaal! Ik zeg allemaal stuk voor stuk lekker omhelzen. Goed. Grappen en grollen. En met onze drums. In ieder geval. En onze honden ook niet te vergeten. Lekker in het gras rollen. Ik heb zo lang geen gras gezien hier op het eiland. Goed. Dus ik zei dus dat ik dat heel lekker vind. Om in een auto te rijden en om roadtrips te maken. Toen zei hij dus. Ja, zegt hij. Ja. Wat jij tegen mij zei. Hè, van in de auto zitten. Dat heb ik dus ook. Hij zegt. En ik heb me zo vaak afgevraagd waarom ik dat nou heb. Toen dacht ik. Tupai. Dat betekent dus dat hij dus echt die verbinding zag tussen ons. En dan soms kan ik iets zeggen, en dat is heel lang zo geweest, dan zei ik iets, maar dan pakte hij dat niet op. Dan zag hij dat niet, dan vatte hij dat niet zo. Dan had hij zoiets van, oh nou, ze vindt het leuk om in de auto te rijden. En nu, of dan legde hij dat naast zich neer. En nu was hij zich heel bewust van, wacht eventjes.
zocht hij dus naar die herkenningspunten. En dat is dus de lijn waar wij nu in zitten. Van, hij is dus nu al die herkenningspunten aan elkaar aan het klikken. Waardoor hij uiteindelijk dus naar het bewustzijn gaat komen. Dat is die opbouw van, wacht eens eventjes. Wij bewandelen hetzelfde pad. En ook onze toekomstvisie. Maar, en dat hoor ik heel sterk, er zijn heel veel tweelingzielen die op dit moment nog niet goed weten wat ze willen. En de tweelingzielen die nog niet goed weten wat ze willen, daarvan kun je dus ook niet verwachten. En ook als jij zelf dat nog niet weet, hè, daarvan kun je dus niet verwachten dat jouw tweelingziel jou dan dus direct gaat erkennen als zijnde jouw tweelingziel en met jou verder wil in een relatie. Het is heel belangrijk voor jouzelf om te weten wat je wil. En daar helpt dus die Mosor Karpai ontzettend bij. Echt ontzettend helpt die Mosor Karpai daarbij. Ja, zij komen echt voor een hele, hele belangrijke keuze te staan in hun leven nu. Hè? Omdat wij ook met Moeder Aarde daarin zitten. Spiritualiteit. Dus, nog even tussendoor voordat ik het vergeet. Is ook wel leuk. Ben jij dus in dit seizoen geboren in de natuur? Is je verjaardag dus in het hertseizoen? Dan meer daarover vind je hieronder. Dan kun je dus ook de shamanistische reis met herten bestellen. En daar krijg je ook een liefdeshoroscoop bij. En dan kun je je verbinden met je eigen geboortetotemdier. Dat is ook wel leuk. Of als je tweelingziel misschien geboortetotemdier herten is. Omdat hij geboren is in deze periode. En het hertseizoen loopt nu nog tot en met 21 juni. Ja. En dan vindt dus ook de omslag plaats naar de zomer. Spannend. Dus weer een hele andere tijd op het medicijnwiel. Echt van het actie ondernemen. Ja, dus wat gaat er gebeuren is... de boodschap is de sleutel naar hereniging met je tweelingziel. Is spiritualiteit. Dat is echt de sleutel. Is vanuit jouw gedachten. Vanuit die stroom aan energie. Vanuit... hoe positief jij je gedachten kunt houden. De hoop die je kunt houden voor jullie toekomst. Het geloof wat je hebt in jullie toekomst. Daarmee manifesteer je hereniging met je tweelingziel. Daarmee trek je jouw tweelingziel aan in je leven. Dus wat ik heel erg zie gebeuren bij heel veel tweelingzielen. Is dat die hoop is verdwenen. En ze geloven er niet meer in. Ze hebben een relatie gekregen met een ander. En dat is prima. Dus ze gaan gewoon met die ander verder. En zijn eigenlijk niet meer bezig met hun tweelingziel. Behalve als dat ze zeggen. Ja, nou, ik zie wel wat er gebeurt in mijn toekomst. Maar dan pak je dus niet jouw rol als creator. Dan pak je die rol als creator niet. En want jij bent co-creator van jouw eigen leven. En dat betekent dat jij stuurt de energie een bepaalde richting op. Dus als jij helemaal niet met je tweelingziel bezig bent. Wat dan vaak voortkomt vanuit een bepaalde wond. Wat nog open is binnen in jouzelf. Een innerlijke kindwond. Dan zorgt het er dus voor dat je tweelingziel. Dat energiekoord verzwakt tussen jullie. Dus het is heel belangrijk dat jij dat dus juist blijft voeden. Dat energiekoord. En dat gaan we dus ook 18 juni doen. En dat doen we dus met iedere shamanistische reis die ik geef. Dat kun je dus ook doen door zelf kaarten te gaan leggen. Nou, wat mij ook vertelt, deze boodschap vertelt mij ook spiritualiteit, is dat de Divine Masculine echt meer bezig gaat zijn in zijn leven. Dus bijvoorbeeld met kaarten leggen. Bijvoorbeeld met dus advies te vragen aan zijn gidsen. Bijvoorbeeld dus om, je ziet hier ook een open hand. Ik mag ontvangen. Ik wil dus meer samenwerken met mijn gidsen om bijvoorbeeld geld te manifesteren in mijn leven. Dat kan natuurlijk ook. Even kijken, komen allemaal kaartendeks omhoog. Even deze bijpakken. Dit is ook een heel mooi deck. Lemurian Starchild Oracle. Echt zo'n mooi deck dit. Zo mooi deck. Ja, deze komen ook tot ons in de shamanistische reis, zondag 18 juni. Stay in the heart, all is well, be at peace. Dus dat is echt de duif van vrede, de witte duif en ook de witte uilen komen terug in de reis. Dus de duif van vrede die zegt echt, we zien hier dat hart en die zegt echt, ja, er gaat heel veel hartheling plaatsvinden deze aankomende nieuwe maan. En dat betekent dat wanneer jouw tweelingziel misschien nog de hele tijd af en aan,
hè, in zijn wond. En dan weer niet in zijn wond. En dan weer vanuit zijn wond. Hè. Zoals mijn tweelingziel, daar heb ik ook over geschreven in de groep. Over emotionele afhankelijkheid van mijn tweelingziel. Mijn tweelingziel schreef laatst in de groep over hè, dat die vrouw vond hem leuk. Die vrouw had hem een bericht gestuurd. Zijn ex had hem een love song gestuurd. En zijn andere ex zag hij weer terug op een festival waarin het toe ging van Thai Yoga. Nou echt, mijn hart brak in 1000 stukjes. Ik dacht, waar moet je dit nou tegen me vertellen? Ik heb een dag in zak en as gezeten. Gelukkig dan maar een dag en dan ga ik ook wel weer door. Dan verkrijg ik, hè, in die dag vraag ik alleen maar hogere inzichten. Ook moet weer terugkomen bij mezelf. Mijn vertrouwen is weg. Wat gebeurt er tussen ons? En dan ben ik alleen maar bezig met kaarten leggen, met wandelen met mezelf. Zodat ik weer terug kan komen bij mezelf. Hè? En dat is ook de kracht van Pauw, zeg echt, wees trots op jezelf. En toen zag ik dus ook dat ik kwam, mijn bericht aan hem was vanuit mijn karma. Dus mijn bericht aan hem was vanuit mijn stoerdoenerij. Dat had ik naar hem gestuurd. Dus omdat ik dat stuurde vanuit mijn stoerdoenerij, stuurde hij terug vanuit zijn stoerdoenerij. Hè? Dus ik zat niet in mijn hart. Ik kwam niet vanuit mijn hart op dat moment. Dus ik kwam vanuit mijn hoofd. Dus reageert hij erop vanuit zijn hoofd? Of hè, hij neemt de tijd om het te laten bezinken en dan reageert hij vanuit zijn hart. Dat kan ook. Hè? En zo werkt het dus ook tussen jullie beiden. Dus die duif van vrede gaat zeggen ja. Er gaat meer toewijding komen aan het hartchakra. Dus er gaat meer toewijding deze nieuwe maand tussen jullie komen. Dat er meer gesproken gaat worden echt vanuit dat hartchakra. En dat betekent dat jullie zijn aan het helen. Jullie zijn aan het hele samen. Hè? En dan zeggen we hier ook guidance, inner compass, support, trust your guidance. Hè, dus misschien gaat jouw tweelingziel daar ook wel wat meer over praten met jou. Over van ja, en ik ben bezig geweest met de engelen. Of hè, ik ben bezig geweest met andere zaken van spiritualiteit. Hè? Of misschien zeg je wel, ja, mijn tweelingziel is helemaal niet spiritueel. Maar kijk dan ook even naar jezelf. Of ben jij bezig met spiritualiteit? He, laat jij jezelf zien met dat je kaarten gebruikt bijvoorbeeld. He, laat jij jezelf zien zoals je werkelijk bent. Dus die guidance kaart vertelt ons dat hij meer zijn hogere leiding gaat volgen. Wauw, wat mooi. Ja, we zien echt dat hij meer de stem van zijn ziel gaat volgen. En weet dus ook, he, dit moet echt even gezegd worden, jouw gidsen zullen nooit jou een richting opsturen wat niet goed voor jou voelt. Dus jouw gidsen zullen nooit jou ergens toe dwingen. Hè? Wanneer jij dat zo voelt of wanneer jij voelt dat je iets moet doen wat je echt verschrikkelijk tegen je zin in doet, hè, dan is dat dus niet afkomstig van jouw hartsfrequentie. Dus voel altijd of dat goed voelt bij jezelf. Dus die guidance vertelt ons, ja, hij gaat meer die stem van zijn hart volgen, meer die stem van zijn ziel volgen, meer zijn eigen innerlijke kompas. En zijn eigen innerlijke kompas, trust your guidance, is niet altijd alleen maar de stem van gidsen. Want gidsen liggen buiten jezelf. Maar jouw eigen innerlijke kompas is jouw eigen energetisch lichaam. Wat zegt jouw lichaam? Wat zegt jouw eigen hart? Zo heb ik eens een keer mijn skateboard weggegeven, omdat ik dacht dat dat de bedoeling was. En dat skateboard wat ik weggaf, waarvan ik dacht dat het de bedoeling was, heb ik achteraf heel erg spijt van gehad. Toen heb ik weer een nieuw skateboard moeten kopen voor 200 en nog wat euro. Omdat ik toen heel erg in die afhankelijkheidssituatie zat. Van, oh, ik moet luisteren naar mijn gidsen. Was ook echt onderdeel van mijn inwijding. Om echt te leren van, ja, wat is nu echt en wat is nu niet echt. Dan hebben we hier nog, even kijken, ja. Dus Jezus zegt, open je hart voor de liefde. En dat strookt ook weer met de kaart die we net zagen. Echt het openen van je hart voor de liefde. En dat betekent dus de liefde van je tweelingziel. En Lady Nana zegt dus, hè, moeder, echtgenote, zuster, dochter. Dat is echt die feminine energie, die divine feminine energie. En wat is daarvoor belangrijk? Jij kunt pas jezelf gaan erkennen als de tweelingziel die je bent. Als de gevoelige persoon die je bent. Hè? En jezelf dus je behoeftes erkennen. En jezelf geven wat je nodig hebt. Jaloerse gevoelens misschien voelen bij jezelf. Hè? Echt je emoties laten doorstromen en voelen. En je woede misschien ook wel voelen, zodat je dat kunt loslaten. Dat kan pas wanneer je die vaderwond bij jezelf kunt helen. He, en wanneer jij je dus goed genoeg mag voelen. Wanneer je niet meer hoeft te pleasen van jezelf.
dan vindt er zelferkenning plaats. Hè? Dat is de boodschap van Lady Nada. En dan vindt er zelferkenning plaats. Dan kan die liefde stromen voor jezelf. En ik voel ook dat veel tweelingzielen toch wel wat meer tijd voor zichzelf gaan nemen. Nou, hier hebben we ook weer hè, meester Jezus en Lady Nada. Grappig. Dat is mooi, hè? De roze roos is ook echt het kenmerk van Lady Nada. Hè? En die zegt ook, hè, open je hart. Open je hart. Ja, en Freya zegt, heel mooi. Ja. Er is dus echt, hè, er zijn overal fases voor. En er is overal een cyclus voor. Hè, de maancyclus. Dus we gaan nu toe naar de nieuwe maan. En die zegt echt, ja, er mag een nieuw begin plaatsvinden van hartopening tussen jullie. Dan wil ik deze kaart echt nog even gezien worden. Ja, en de eerste kaart vertelt ons van een meeting. Een meeting. Dit is het Mystical Kipper deck. Dus die vertelt ons van een meeting. En dat betekent dat hij dus echt vanaf deze nieuwe maan meer hoop gaat hebben en meer bezig gaat zijn in zijn hoofd. Van ja, ik wil met mijn tweelingziel toch eigenlijk wel een meet-up hebben. En dat is echt het loyaal zijn aan hemzelf. Ik wil terug naar een bepaalde plek misschien wel waar die eerder geweest is. Ik wil die energie weer kunnen voelen. He, en we worden ook bijgestaan tijdens de shamanistische reis zondag door aartsengel Uriel. En aartsengel Uriel is echt de aartsengel van de goddelijke inzichten. Dus dat betekent ook dat aankomende zondag 18 juni kun je dus ook goddelijke inzichten verwachten over je tweelingzielenreis. He, dus wat wil er voor jou nu nog plaatsvinden en gebeuren voor jullie hereniging? Dus die meetings, nou misschien wel paardrijden kan, hè? Of iets met paarden werken. We zien hier ook rood bij haar, nou dat vertelt mij van aarding. Dus dat zegt echt dat Uriel ook echt aangeeft van ja, hè, doe je best om te aarden. Om je ziel hier aanwezig te laten mogen zijn op aarde. Dat is ook echt het getal 4, het getal van aarding. Hè, misschien sport bijvoorbeeld. Misschien nou ja, andere bezigheden voor jou om contact te hebben met de aarde. Om materie te mogen ontvangen en te laten flowen. Dus die meeting vertelt ons ook a long way. Dus het kan betekenen dat jouw tweelingziel een lange weg af moet gaan leggen om jou te gaan ontmoeten. Het kan dus zo zijn dat hij ervoor een reis moet gaan maken, hè, naar ergens anders naartoe. Zodat hij jou daar kan ontmoeten. Ik zie ook heel veel groen. Dus het kan betekenen dat jouw tweelingziel, hè, op weg gaat naar een groen land. Om daar, hè, verbinding te maken weer met jou. En het vertelt me ook dat wanneer jullie die verbinding gaan maken, dan gaan jullie echt naar een dieper level met elkaar. Ja, sad news. Hè? Sad news, deze kaart. Sad news. Vertelt ons dat het, hè, dit kan in het verleden liggen, maar dit kan ook in de toekomst gebeuren. Verdrietig nieuws kan dus betekenen dat, hè, er iets is voor jou waar je nog overheen mag komen. Hè, omdat jij verdrietig nieuws hebt gekregen in je verleden. Maar het kan... Ja, ik heb even geen plek voor jou, liefje. Je moet even wachten. Maar het kan ook zo zijn... Even kijken... Ja, die is heel mooi. Ja, dus deze kaart heeft ook twee betekeningen. Drie betekeningen dus, hè? De betekening wat ik net aangaf. Het kan ook zo zijn dat je verdrietig nieuws krijgt voor je toekomst. Maar deze kaart vertelt ons ook dat een hoofdstuk wil worden afgesloten, zodat je verder kunt gaan naar het volgende hoofdstuk. He, en dat betekent, wat ik bijvoorbeeld voor mijn tweelingziel weet, is dat hij heeft heel veel moeite om terug te keren naar het eiland. Omdat daar, ja, daar zijn vervelende gevoelens. Hij heeft een relatie daar verbroken. Dus dat weegt nog zwaar voor hem. Maar dat is een hoofdstuk wat hij mag afsluiten voor zichzelf. Daar kan ik hem niet bij helpen. He, dat is iets wat hij zelf zal moeten doen. Dus dat is voor mij ook een grens die ik mag kennen. Zodat ik niet door hoef te blijven gaan met hem die duw te geven. Mooi inzicht, dank Uriel.
A little child. Hè? Het vertelt ons, dit kan ook samenhangen hebben. Die kaarten zijn net naar elkaar. Dus het slechte nieuws kan ook te maken hebben met een kind voor jou. Maar wat dit ons ook vertelt is a little child. Dat je echt meer ruimte mag gaan geven aan die speelsheid in je leven. Echt meer ruimte mag gaan geven aan die speelsheid in je leven. En we zien dus ook wel dat die meeting die gaat plaatsvinden te maken heeft met een main person. En dat betekent dat jij, lieve Divine Feminine, jouzelf op nummer 1 mag zetten. Hè, jouw eigen waarde mag kennen. Ook als dat betekent dat je nu afstand moet nemen van je tweelingziel. Hè, leer communiceren met jezelf, met de kleur wit, hè, met echte zuiverheid in je leven. Maar het vertelt ons ook van echt dat hij aan het toewerken is om die stap te nemen. Dat hij jou steeds meer als hè, de vrouw in zijn leven gaat zien. Ik zeg hij, maar dat geldt natuurlijk ook als je tweelingziel en zij is. Steeds meer jou gaat zien als de vrouw in zijn leven. Steeds meer erkenning gaat vinden tussen jullie. Hè, wil je daar dus echt een mooie grote shift in kunnen maken? Doe dan echt vooral mee aan de Mosel Carpi. Die kun je nu op dit moment nog niet bestellen. Die komt binnenkort online. Hè? Na 18 juni komt die online. Dan kun je die bestellen. En dan raad ik je aan om die niet voorafgaand te luisteren al. Want je kunt de audio voorafgaand al beluisteren. Zo werkt het met alle shamanistische reizen. Wacht tot op de datum zelf. Wacht tot op de dag van de Leeuwenpoort. Dat we dit allemaal gezamenlijk gaan doen. Houd deze datum vrij in je agenda. Want 8 augustus is echt het getal van de verbondenheid aan je tweelingziel. Dan werken we dus ook met de energie van de leeuw op dat moment. Dus heb hè, oefening les in geduld voor jou. Die main person vertelt ons ook wel dat zij wat gezonder mag gaan leven. Dus het kan zijn, lieve Divine Feminine, dat er bepaalde dingen zijn in je leven wat je niet ziet. Dat je jezelf niet voldoende de ruimte geeft. Hè, waardoor je eigenlijk op dit moment niet zo heel veel energie over hebt voor allerlei andere dingen in je leven. Ja, oh, het is nog een hele mooie boodschap. Wat er nog doorkomt is dat hij is aan het nadenken over een verhuizing. Hij is aan het nadenken over een verhuizing, over een andere manier van leven. Over nou, misschien wel het kopen van een camper om in te wonen, misschien wel een reis maken voor hemzelf, hè, door zijn huis op te zeggen. Maar het kan ook zo zijn dat hij naar een dorp wil gaan verhuizen, meer naar het groen, de natuur in, naar een ander land wil verhuizen. Hij is hiermee bezig. En wat ik heel sterk voel voor mijn tweelingziel, die heeft laatst ook dat naar mij uitgesproken. Dat hij niet goed weet of hij daar wel wil blijven. En wat ik heel sterk voel voor mijn tweelingziel, dat hij ook weer onderweg wil gaan. Dus dat hij toch en naartoe wil gaan. Uiteindelijk dat hij zijn angsten gaat doorbreken. En dus dat huis ook gaat opzeggen voor zichzelf. Zodat hij weer meer die vrijheid kan genieten. Ja, een rich good gentleman betekent dat hij is nu aan zet. Hij is nu aan zet. Dus hij is aan zet om de stap te nemen voor zichzelf in zijn leven. Om zichzelf dat te gunnen wat hij eigenlijk al zo lang wil in zijn leven. Hè, wat hij op dieper zielsniveau voelt. Dan was er nog een kaart te dekken van ik dacht, die wil ik nog eventjes omhoog hebben. Nee, nou. Het zal ook allemaal met de reden zijn dat ik dat dek op dit moment niet kan vinden. Dan is het gewoon tijd om de reading af te sluiten. Ik heb ook wel weer genoeg gehoord. Je kunt tot op het moment van de inwijding zelf, zondag 18 juni, kun je de inwijding nog bestellen hè, van aankomende zondag. Je kunt ook de inwijding daarna nog bestellen tot een aantal dagen daarna. En dan verdwijnt die weer uit de webshop. Omdat het belangrijk is dat we blijven werken met de energie. Dus ik werk echt met de energie van de maan. We maken de heilige ruimte schoon. En we sluiten deze. We danken al onze gidsen, de Quero-shamanen die bij ons zijn geweest. En tot snel maar weer, lieverds.